Ik heb een quiz. En dan is de bedoeling dat jullie samen dit invullen. We zijn hier bij de flat die pas opgeleverd is. Waar Woonsteden een heleboel energiebesparende maatregelen getroffen heeft. Maar omdat er nog steeds dingen zijn die mensen zelf kunnen doen, mochten wij op dit feest komen om een workshop te houden. En Joop die is met de kist gekomen. Ik hou mij bezig met een klein beetje het laten zien van het verbruik van lampen onderling waar ze mee kunnen sparen. Alsjeblieft. Wat is zuiniger? Thee zetten met de elektrische waterkoker, thee zetten op het gasfornuis in de fluitketen of thee zetten in de magnetron? De vraag is, 's nachts de thermostaat lager zetten, ja of nee? Om hem 's morgens dan weer hoog te zetten. Nou, moeilijk, maar hoe kun je zuinig koken? Noem 4 manieren. Nou, daar ben ik over aan nadenken. Nee. Alleen smeren, broodjes smeren, hoeft niet te koken, boterham eten. Je merkt dat zij beginnen te na te denken en dan reageren. En dan vind ik leuk dat dat een beetje te leiden of ze uit te lokken. Het is goed voor het milieu en ook goed voor de mensen zelf, voor hun portemonnee. Ik doe het altijd met de waterkoker, maar ik denk dat dit beter is. Als je met de waterkoker zet, hè, zet u dan voor 1 kopje of voor een hele pot? Anderhalve liter. Voor de hele pot. Ja. Wat is nou voordeliger? Als je de goede maat neemt, dan is fluitketel eigenlijk goedkoper omdat je gas gebruikt. 1 punt. Maar je moet altijd blijven kijken hoeveel heb ik nodig dat je niet te veel in die fluitketel doet. Mensen, een spaarlamp. Ja. En je ziet hem zakken. Dan zal die uitkomen op. En dat is heel mooi, hij geeft aan dat hij 5 watt verbruikt. En dan is hij ook 5 watt. En hij verbruikt 5 watt. We hebben de aarde in bruikleen. De kinderen, kleinkinderen, willen straks ook nog energie kunnen gebruiken. Kunnen we alles gaan opmaken. Maar we kunnen ook zeggen van, werk eraan mee, zodat je A, voor je eigen portemonnee, maar ook voor de toekomst, het naar anderen ook door kunt geven. Ja, dan gebruik je hem eigenlijk niet vaak.